De Hamar waar we het nu over hebben, komen uit hetzelfde gebied als de Suri waar we het vorige week over hadden. De Omi Valley, Zuid-Afrika, Ethiopië. Al deze stammen zitten in de Omi Valley en hun leven is de koffie. De koffie is daar uitgevonden. En de vraag van de kijker was eigenlijk van ja, Eduard, leuk dat verhaal van die Suri, maar al die stammen lijken op elkaar. En daarom heb ik deze keer inderdaad die Hamar meegenomen. Omdat die Hamar duidelijk toch anders zijn, ook al hebben ze vergelijkingen met die Suri. Die Hamar zijn heel erg kleurrijk. Ze zijn ongelooflijk mooi gekleed. Ze dragen ook ruiten. Ik heb gehoord dat jij volgende week een ruitenpak aan gaat doen, dus dat is heel goed. En dat zie je allemaal terug bij dat volk. Supermooi. Ze hebben ook hele mooie rituelen. En ik wil er twee benoemen. De dames hebben een soort paringsdans. En die dans die wordt uitgevoerd met rode oker in hun haren. Ziet er fantastisch mooi uit. Belletjes om hun armen en benen. En ze springen. En ze zeggen dat ze zingen. Maar ik noem het meer die hoge kreten die ze uitstoten. Dat is allemaal klaargemaakt en klaargezet om die krijgers, net zoals bij de Suri, ergens toe te krijgen. De jonge mannen, die moeten ook weer volwassen worden. Hoe doen zij dat? Niet met stokvechten, maar simpel door over koeien heen te kunnen springen. Oh. En dat moeten ze 4 keer doen. En als ze over die koeien heen zijn gesprongen en ze zijn krijger geworden, dan worden ze weer zeer geliefd door de vrouwen in deze tribes. Het is ook, kan ook heel vervelend uitvallen, want als jij valt, ja, dan ben je een soort schande van de familie. Het verschil tussen de Suri en de Hamar is, je mag nog een soort van revanche hebben. Bij de Suri die we vorige week behandelden, krijg je geen revanche. Bij de Hamar mag je over een aantal maanden opnieuw proberen over die koeien heen te springen. Nogmaals, het volk is weer super gelukkig. We hebben op van deze prachtige nomadische stam, een van die 34 die we hebben onderzocht, weer van alles kunnen vinden. En hoe we dat tot uitdrukking hebben laten komen in ons flexconcept Tribes in Utrecht Centraal Station, laten we zien in dit filmpje. Veel volgers, veel likes, dus om kwantiteit van het leven. Bij de Hamar houden we van warme begroetingen, veel kwaliteit, veel langer. Bij de Hamar word je welkom geheten met een bloeddrankje. Dat is goed voor je BMI. Wat doen ondernemers om gezond te blijven? Time to get it straight now. No sad goodbye. Bij de Hamar werken ze in een koraal, allemaal bij elkaar, in een gemeenschap. De vraag die we nu stellen, bij de 35th Tribe, wil je afgesloten werken of allemaal bij elkaar in de koraal, zoals hier? Als ik zeg Hamar, waar denk je dan aan? Nou, als ik Hamar hoor, dan denk ik aan een goed stuk vlees. Lekkere kleuren, rood, geel, groen, alles door elkaar. Kan dansen. Die door samen te werken verder komt in het leven. Ik denk aan de Ukili Bula, een sprong in het diepe. Bij de Hamar word je volwassen, ga je ondernemen als je over 6 koeien kunt springen. Wij als ondernemers in Nederland moeten ook vaak in het diepe springen. Dat heet dan ook de Ukili Bula. Ja, goed. Over koeien heen springen, maar wat kan ik hier dan van leren? Nou ja, Jurgen heeft net eigenlijk al verteld. Die is ook een keertje door een diep dal gegaan en uiteindelijk weer gewoon opgeklommen. En dat is wat we eigenlijk al eeuwen kunnen, duizenden jaren. En dat is wat wij als ondernemers ook weer moeten leren. Gewoon overleven. Hup, niet lullen maar poetsen.